De regisseur van de Pirates of the Caribbean films, Gore Verbinski, en de ster Johnny Depp brengen dit jaar een nieuw project uit. Dit keer een animatiefilm genaamd Rango. Het huisdier Rango, een hagedis met sterallures, raakt verloren in de woestijn. Hij komt terecht in een klein stadje genaamd Dirt. Hij gedraagt zich als een echte westernheld en de inwoners van Dirt bombarderen hem meteen tot nieuwe sheriff, met alle gevolgen van dien. Hij krijgt de taak om de stad te beschermen tegen lastposten, zoals de gevaarlijke ratelslang, de havik en natuurlijk de aanhoudende droogte. Wat meteen opvalt aan Rango is de kwaliteit van de animatie. Nu, bij de meeste animatiefilms valt deze meestal nogal tegen in vergelijking met de grote zoals bijvoorbeeld Pixar. In het geval van Rango echter ziet de animatie er ook tiptop uit en is zeker gewaagd aan de films van Pixar. Ook de personages zien er heel speciaal uit. Het zijn niet de gewone schattige diertjes zoals we hen gewend zijn, maar ze zijn echt omgevormd tot personages die echt thuis horen in een gritty western. Het is ook niet wat je meteen een kinderfilm zou kunnen noemen. Al heel vroeg in de film merk je dat de regisseur en schrijver er zeker geen problemen mee hebben om personages te laten sterven. Ook bevat de film nogal veel verwarrende beelden, zelfs psychedelisch met momenten, en dat geeft de film toch wel een aparte eigenschap. Verder bevat hij nog heel veel elementen van de klassieke western, wat hem eigenlijk niet alleen een hele goede animatiefilm maakt, maar ook een hele sterke western toucourt. Dit was Lost in Hollywood voor deze week. Maak er nog een fijne filmavond van en ik zie jullie volgende keer. Whatever you do, do not look down. Whoa! Whoa! Ow! All right, now listen. I'm gonna give you fellas one last chance to reconsider. Make your move.